Yes, en we zijn weer terug. Een hele goede avond allemaal. Welkom weer bij deze nieuwe video. In deze video gaan wij het hebben over. Hier moeten wij rekening mee houden. Ja, en wat bedoel ik daar dan mee? Nou, wellicht als je de livestreams vorige week hebt gevolgd, dan weet je wel een beetje waar ik heen kijk. Als je mijn thumbnail ook hebt gezien met de mooie kat erin, hint, 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 dan weet je misschien al waar we het vandaag over gaan hebben. In ieder geval, er speelt op dit moment heel veel in de wereld. We gaan daarom vandaag in deze video een kijkje nemen in de SP 500. Oftewel, hoe zit het met de Amerikaanse beurs? Um, we gaan hiervoor gaan we dus ook in de technische analyse duiken. Wat kunnen, we, wat kunnen we zien? Wanneer kunnen we weer verder bullish worden? En dan bedoel ik met bullish echt naar nieuwe ultima's. Of wanneer is het echt foute boel en kan alles in samenhang met de oorlog en alles en weet ik veel wat. Kan het fout aflopen? Wat ik je ook wil meegeven. Wil jij weten hoe ik denk over goud? De video van gisteren, klik op de link hieronder of hier ergens. Hij staat hier ergens. Um, go check it out. Die video uh, die ik heb gemaakt over goud, ben ik zelf zeer tevreden mee. En ja, wellicht is het dus ook iets voor jou. Goed, laten we niet langer wachten en laten we lekker switchen naar de charts. Maar voordat wij beginnen, wil ik het eerst even hebben over de Dead Cat Bounce. Want wat is een Dead Cat Bounce eigenlijk? Simpel gezegd. Waar komt de term vandaan? Het is een kat, kat die, van, uh, die naar beneden valt. Die bounce uiteindelijk maar resulteert in een fail en valt verder naar beneden. Als je echt wilt weten hoe ze daarop komen. Ja, het was iets met van een gezegde: van als je een kat van een flatgebouw gooit, ja, die, 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 die bounce niet, die valt gewoon verder. Zoiets was het. Het sloeg helemaal nergens op, maar daar komt volgens mij de term dead cat bounce vandaan. Maar goed, heel simpel gezegd, gewoon in Jippie Janneke taal: we vallen naar beneden, we bouncen, de bounce veelt en we vallen verder naar beneden. Dat is gewoon letterlijk de dead cat bounce. En dat is waar we dus ook in deze video over gaan hebben op de SP 500. Goed, want zoals in de video gisteren, of gisteren, vorige week, van de week besproken, en ja, ook mijn gedachten over de SP 500 is het wel gigantisch gestegen. Moet je kijken. Corona dumpje. 2020 maart. Stonden we op 225 punten. Op de dag vandaag bijna 483 op de all time high, dames en heren. Dit is bizar. Even voor de duidelijkheid. Ik zet hem even op het wekelijkse tijdframe, dan kan je ook zien waar wij vandaan komen. Oh wacht, misschien moet ik hem eventjes op het Maandelijks tijdframe zetten en zet ik hem op log. En dan kan je zien. En nu staat hij op de 1 minuut. Dat is niet de bedoeling. Uh, gaan we hem hier even aanpassen? Maandelijks, hapaté. Nou, en dan ga je dus zien. Of dan kan je dus zien waar we vandaan komen. Sinds 1995 komen we van 54, 44. En inmiddels kan je ja, heel mooi zien wat voor bubbel, bubbel dit is. En een gigantische stijging. En de vraag is: waar stopt het? Waar stopt het? We zitten op dit moment al in een gevarenzone op basis van technische analyse, maar ook belangrijke levels. Ik wil je gelijk benadrukken: hè, als we dit plaatje bekijken, met dit plaatje, en we hebben het van de week er al over gehad. Ik heb hem nu op het dagelijks tijdframe. En wat ik, ja, waar ik naar kijk, is dat we hier dus hè, door zijn neklijn heen vielen van de ronde top of een head and shoulders, of hoe je het ook maar wilt noemen. Maar. Dat was tijdens de oorlogverklaring, Maar daarna pompten we eigenlijk bizar weer omhoog. Waar het nu op neerkomt om bullish of bearish te zijn. En waar wij dus rekening mee moeten houden. Is dus de vraag: is dit een dead cat bounce? Met dit vraagstuk moeten wij, en dan ook echt moeten wij, gewoon rekening houden. Um, en dat wil dus ook zeggen: zolang wij dagelijkse sluitingen zien. Boven de gevarenzone van 425, zolang we daar boven zijn, is het mogelijk, ondanks de hele situatie, ondanks alles, dat het geen dead cat bounce is en dat wij verder omhoog gaan. Sowieso benadrukken, of ja, toelichten waarom en hoe dit kan. En ja, noem het maar op. Um, en dan was dit gedeelte, was een fake-out, noemen we dat ook wel. He, even liquiditeit ophalen en door verder omhoog, verder bullish. Maar, als wij op dit moment toch volgende week, en dan vooral volgende week, dus dalen, dalen en we vallen onder die 4,25 en we zien daar toch een dagelijkse sluiting onder, hier. Hier, 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 ja, hier en dan hier. En we vallen eronder. Ja, maak je borst dan maar nat, want dan gaan de Amerikaanse beurzen dus flinke klappen krijgen. Flinke klappen. En dan heb ik het over de Amazon, dan heb ik het over de Tesla en al dat soort dingen. Gewoon over de, 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 de grootste bedrijven die de SP 500 uh, doen stijgen. Die gaan dan ook flinke klappen krijgen. Ja, en dan heb ik het over de SP 500, de index. Waar ligt dan voor mij het volgende support? 3,84 is dan binnen enkele dagen niet uit te sluiten. Kleine opleving weer, weer een dead cat bounce. En dan verwacht ik eigenlijk dat die gewoon langzaam, langzaam, ja, zal afglijden. Natuurlijk hebben we een gigantische daling al gezien. En daarom zeg ik, ook zolang wij de laatste low houden, kan het verder up. We hebben een 14% daling gezien vanaf Altam High. Oké, okay, prima. Maar als jij ziet wat voor stijging wij, en dan heb ik het alleen over dit jaar, een stijging hebben gezien in dit jaar van 120% in één jaar. Dan is het ook niet gek om even af te koelen. Goed, ik ga hier van deze low naar hier trek ik de trend bij Fibonacci Waar ik dan ook naar kijk als we hier verder zakken, dat voor mij de key support zone dan ook ligt ja, voor gewoon nog een bullmarkt. Tussen de 380 en de 350. Als we daar dan heen glijden, afzakken, prima. Maar als we daar dan he, toch uh, in mei ergens ja, weten bodem, dan zou het alsnog nog één keertje omhoog kunnen gaan. Kan. Zomaar nog één keer omhoog gaan. Kan. Benadruk ik echt. En dat betekent dus ook als we 350 verliezen, is voor mij. De beermarkt bevestigt en een hele lange beermarkt. Een beermarkt van een aantal jaar. Want de reden waarom ik naar dat blauwe boxje als belangrijke level kijk, is als wij hier op een een of andere manier je wave 1 hebben, hier je wave 2, dit is je wave 3, dit is je wave 4, dit is dan je wave 5, dat kan. Want je wave 4 retrace meestal tot de 38% of 0,5%. mag niet onder je wave 1 komen. Nou, dit is een wave 1 leading diagonal. Ongeveer plus minus, maar zo zou de telling dan uitkomen. En die hebben we hier ook staan op Nasdaq. Kijk, hier staat hij ook heel mooi op Nasdaq. Hier. Um, dat betekent ook dat Nasdaq hier toch echt zijn bounce moet maken. Hier moet Nasdaq al bouncen. Nasdaq heeft een mooi vrij hoog laten zien. Ook een ABC-structuur heeft Nasdaq laten zien. Maar, ja. Als je echt mijn mening wil. Als je echt wil weten hoe ik erover denk. Als ik dit zo zie, dan zou ik persoonlijk denken dat het klaar is. Um, en ik weet niet hoe diep deze retrace is gekomen. Maar deze is al behoorlijk diep gekomen. Te diep. Um, en de SP 500 daarentegen kan nog iets naar beneden. Kijk, als we hem echt vanaf hier vanaf de Wave 2 gaan tekenen, zit wel al op de 2. En dan halen we die weg. En dan zou hier dus de 4 moeten zijn en hier de 5. Dus dat kan ook nog. En daarom zeg ik dat dit level waar we nu zitten, we hebben dus exact, en dan ook exact, zak, zak, die bounce op die 082 gehad. Dit level. Dus zijn de W4. Liquiditeit behalen en klaar. Maar daarom, hè, ik wil, als we die daling hier dus heen maken, wil ik niet uitsluiten dat we verder omhoog kunnen gaan. Maar de achterkant is een stuk kleiner dan wanneer hij hierop gaat. Dat wil dus ook zeggen: als hij vanaf dit punt waar wij nu zitten, waar wij rekening mee moeten houden, als hij dus wel hier nog verder weet te stijgen en dus voor nieuwe Altmai's gaat, dat betekent wel dat daarna voor mij de top is gezet. En dat betekent dat wij daarna. Of het hier zou zijn, hier, 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 hier. I don't know, blow of top idee, I don't know. Maar dat betekent wel dat we in ieder geval dit jaar die klap naar beneden zullen krijgen. Dus ja, dat is iets waar wij zeker en dan ook zeker en dan ook zeker rekening mee moeten houden. Of is het dit? De telling idee is te onduidelijk voor mij of dit. En daarom wil ik op dit moment alleen nog maar met levels spelen. En halen we deze weg. Halen we deze weg. Halen we deze weg. En zeg ik letterlijk, oké, okay, dead cat bounce of niet, wordt bevestigd als we nu z'n verliezen. En ja, dan vallen we zo naar de blauwe box naar beneden. Ronde top target. Waar ligt die als we het hebben over patronen? Die ligt ongeveer op die 366. Dat ligt ongeveer in deze blauwe box slash range zone. Dus daar zouden we wel weer een kleine opleving kunnen krijgen. Dat punt is voor mij belangrijk. Want als we hier dus een, op een een of andere manier een impuls naar beneden zien, dan weet ik al dat we hier een lagere top gaan maken op het wekelijkse tijdframe en verder gaan dalen. Dus die hele structuur waar wij rekening mee moeten houden, is wat hier gevormd gaat worden. Dus klur van dit hele verhaal is gaat de SP 500 de beerbank in of niet. En moeten wij hier rekening mee houden? Ja. Want dit kan natuurlijk nadelige, wellicht nadelige gevolgen hebben voor de economie. Nadelige gevolgen hebben voor de cryptomarkt. En dus ook nadelige gevolgen hebben voor jou. En hoe kan je jezelf daarin tegen beschermen? Misschien Bitcoin, die moet zich nog bewijzen, ik weet het niet. Maar goud lijkt voor mij voor nu een veilige haven. En dat heb ik ook gisteren in de video grondig besproken. Dus wat ik nu al aan het doen ben. Of we nou nog één keer hier omhoog kunnen of vanaf hier naar beneden gaan, ik ben mezelf aan het voorbereiden op de onrust die gaat komen. En natuurlijk zien we het al aan diverse inflatiecijfers, natuurlijk zien we het al aan onze koopkracht, natuurlijk zien we het al in onze gasprijzen. Natuurlijk zien, we zien het overal, en de signalen zijn er al. Maar hoe bescherm je nou jezelf? En dat is gewoon door de ultieme hedge te zoeken. En voor iedereen is dit anders. Voor iedereen is dit anders, maar voor mij is het: ja, ik handel om mijn inkomsten te genereren en ik beleg in goud om mezelf. Ja, voor in de toekomst, uh, uh, ja, hoe zeg je dat uh, in te dekken als veilige haven? Dus um, de clue van deze hele video: is dit een dead cat bounce? Ik heb geen glazen bol, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik jullie hier heel erg op jullie hoede ga voorhouden. Want dat betekent dus ook als we hier dus afdwalen, dan is het voor mij een dead cat bounce. En dan is het voor mij de kans heel groot dat we een lange, lange Beermarkt ingaan. Gaan we hier omhoog? Prima, vind ik ook helemaal prima. Zullen we een nieuwe Altum huis maken? Het zal voor mij alleen even weer de rek zijn. De rek zijn om ook meer te vergaren. Uh, de rek zijn om. Ja, mijn portefeuille te diversificeren. En het zal voor mij ook een mooie kans zijn om iets langer te profiteren van de mooie koersstijgingen. Het goede sentiment. Maar wees wel voorbereid. Hou er rekening mee dat er wel een klap gaat komen. En of dat deze week is, of het volgende week is, of dat we nog één stijging gaan zien. Dan gaan we deze week achterkomen. Volgende week maximaal. Ja, binnen twee weken zullen wij snel duidelijkheid hebben of dit, en dan bedoel ik met dit, onze welbekende dead cat bounce is. Goed, dankjewel weer voor het kijken. Mocht je deze video leuk en interessant vinden, duim zo omhoog en zich waardeert. Ik wens jou een hele fijne dag. En alsjeblieft, wees voorzichtig, wees voorbereid. En deze video is niet bedoeld financieel advies. Ciao, ciao.